naam van de Allerhoogste Schepper, Moeder van de Moeder der Schepping. De Moeder der Schepping die wij in onze cultuur, de Omgobo cultuur, Anana noemen of Anyame. Volledig Anana Kedyaman Kedyampon. Groet ik u. Ik groet u ook namens Moeder Aarde, Mother Nature of Mother Isa. Oké? We groeten u ook namens onze voorouders en alle spirituele begeleiders. Alle spirits die ter beschikking zijn van de Allerhoogste Schepping en die door de Allerhoogste Schepping voor ons ter beschikking zijn gesteld. Die vragen we ons om ons te begeleiden in onze missie. Wij zijn Omgobo's. Omgobo's betekent de uitverkoren kinderen van Anana. Dat wil zeggen de uitverkorenen van de Allerhoogste Schepper. Waarschijnlijk bent u ook een Omgobo. Omgobo is geen religie. Omgobo is een way of life, is een cultuur. Een cultuur die er al lang bestaat. Een cultuur die in de instructies voorkomt. Bijvoorbeeld in de Bijbel wordt strikt aan ons doorgegeven hoe wij moeten leven. Terwijl we zijn geen kerk, het is ook geen religie. In onze Winti's instructies staat heel veel, bijna alles aangegeven hoe wij onze cultuur hoog kunnen houden en weer kunnen reviven, dus weer kunnen herstellen. We hebben in onze cultuur, in de Omgobo cultuur, staat de vrouw, dragen we vrouw, de vrouw in onze familie. Omdat de Omgobo's een familie zijn van spirituele mensen, die vrouwen dragen we daarin, die daarin zitten, heel hoog. We hoeven ze eigenlijk niet te dragen, want het zijn vrouwen die sowieso vanzelf door hun leefmanier, hun leefstijl, gedragen worden op een zeer respectvolle manier. En de vrouw in onze community is een sacred woman. Sacred betekent een heilige persoon, een heilige schepsel. En dat is de vrouw in onze community, in de Omgobo community. Ik ga zo meteen een stuk lezen over de vrouw. En dan ga ik u meer vertellen wat ik gisteren heb meegemaakt. Wij Omgobo's zorgen dat we gezond blijven en gezond eten. En jullie weten dat het lichaam, dat de mens bestaat uit verschillende onderdelen. Het lichaam, de mens zelf. En de mens zelf is dan de ziel die daarin in dat lichaam zit. En dan hebben we de Allerhoogste, dat stukje van de Allerhoogste Schepper. Die zit ook in de mens. Wat in de Winti cultuur de Kra of de Akara wordt genoemd. Oké? En het zijn slechts drie, maar er zijn meer onderdelen waar uit de mens bestaat. Want de mens bestaat uit volgens mij 7 onderdelen, denk ik. In de spirituele zin bekeken. Daarover zullen we op een andere tijdstip gaan praten. Wat belangrijk is, je kunt geen mens zijn als je geen lichaam hebt. Oké? En je kunt geen normaal mens zijn als jouw lichaam niet goed functioneert. En daarom is het belangrijk dat lichaam dat we ontvangen hebben van de Schepper is niet van ons. We hebben hem in bruikleen ontvangen. Het is niet van ons. We zien mensen dingen doen met het lichaam die gewoon niet kloppen. En waardoor het lichaam op bepaalde tijd. En daarom is het ook zo dat de mens niet langer leeft dan 60 jaar tegenwoordig. Of laten we iets hoger gaan. 80 jaar. Oké? De mensen die 80 en 90 jaar zijn en nog fit zijn en gezond zijn. Die mensen hebben geluk, want hun lichaam was sterk. Of het kan zijn dat ze heel zorgvuldig met het lichaam dat ze geleend hebben van de Schepper, ja, in bruikleen hebben ontvangen, dat ze daar zo zuinig mee, zo goed mee zijn omgegaan. Niet zuinig, maar goed. Want het lichaam is in staat dingen te doen die een mens zichzelf niet kan voorstellen. Wanneer dat lichaam goed getraind is en goed op de juiste manier gebruikt wordt. Maar we zien nu dat de mens het lichaam aan het vernietigen is. Oké? Het lichaam is aan het vernietigen op verschillende manieren. Wij, Omgobo's, moeten zorgen dat we ons lichaam gezond houden. En een gezonde lichaam kun je, met een gezond lichaam kun je ook meer dingen doen dan een ongezond lichaam. De mens bestaat, ik heb het al gezegd, uit een aantal onderdelen waaronder het lichaam. Maar ziel communiceert met het lichaam. Het lichaam geeft aan, ik ben nu moe. Betekent dat de ziel of de mens zelf in dat lichaam moet begrijpen. Dat je dat lichaam rust moet geven. Het lichaam heeft honger of het lichaam heeft pijn of wat dan ook. Het lichaam communiceert met de mens. Op het moment dat je niet meer goed kan communiceren met je lichaam, dan ga je dingen doen. Waarvan je denkt dat het goed is voor je lichaam, maar niet goed is voor je lichaam. We zien het aan heel veel mensen. We zien het aan hun uiterlijk, aan hun lichaam, dat het niet klopt. Mannen met zulke grote olifantenbuiken en vrouwen. Oké? Vrouwen die al vroegtijdig op omaatjes lijken. Hele jonge vrouwen. Oké? Ze lopen als paarden. Jullie kennen die paarden, niet die snelle paarden, renpaarden, maar die grote trekpaarden, die grote paarden zo, die heel sloom lopen, bom bom bom. Ze zijn wel sterk, die paarden zijn sterk, zo zijn ze gebouwd. Maar de vrouw is niet gebouwd om als een grote beer of een of ander groot dier, logbeest, hier op aarde te bewegen en te zijn. Nee, maar daarom heeft de schepper in die andere film, heb je dus gezien dat de schepper ons herbs heeft gegeven, planten, bomen, alles. De schepper heeft ons geïnstrueerd wat we moeten eten, drinken om goed in leven te blijven en gezond te blijven. Zo hebben jullie gezien dat ik heb een milkshake gemaakt van diverse vruchten. Zo kun je het lichaam ook verwennen als je bezig bent met je lichaam. Mensen denken, ik ga iemand anders verwennen, maar ze verwennen zichzelf niet. Ze verwennen het lichaam niet. Ze verzorgen het lichaam niet. Een Omgobo moet zorgen dat zijn lichaam schoon is, gezond is, fit is. Oké? Ik ga nu even genieten van deze milkshake en jullie mogen genieten van de muziek. Mensen. Gisteren, beste Omgobo's. Gisteren ben ik naar een feest geweest van een van onze zussen, Omgobo-zussen. En op dat feest was een feest van haar dochter. En het was een heel gezellig feest en ik kan u zeggen, Deze dame, die is een gezegende dame. En de voorouders zijn er met haar. De goede geesten zijn er met haar. En ze is echt gezegend. Het is niet zo een van die typetjes die we kennen. Van die videoclipjes die we zien. Of wat we gewoon op straat zien. Niet de type vrouwen, jonge meiden dan. Zij is dus 25 jaar geworden. Niet de type jonge meiden die zomaar los, als los wild hier op de aarde rondlopen. Zij is echt iemand met dignity. En ze heeft ook een man met dignity. En gisteren was er ook een soort open huis, want ze hebben een gigantische villa gekocht. Gigantisch mooi. Ook met een grote jacuzzi voor 8 personen. Dus dat weet je al, als een soort zwembad, bubbelbad. En beide werken hard. Eentjes van Antilliaanse afkomst en eentjes van Surinaamse afkomst. Maar in feite zijn we allemaal van één afkomst. We zijn van Afrikaanse afkomst. En het was gezellig. Het feest was leuk. En ik als leider van een familie, een Ngobo familie, observeer de mensen en de gasten en ik observeer alles. Omdat ik zeg maar een oog ben voor Anana Kedyaman Kedyampon en een oog voor onze voorouders. Ik observeer van alles. Deze mensen, dus deze twee jonge mensen, zitten niet in onze community, dus niet in Omgobo, maar ze leven wel als Omgobo's. En want je hoeft geen lid te zijn van onze familie. Dus bij ons, met ons activiteiten te doen of wat dan ook. Om een Omgobo te zijn. Op het moment dat je op een bepaalde manier leeft. Dat vooruitstrevend is. Geen slaafse mentaliteit hebt. En niemand tot last bent en niemand lasten valt. En jouw zegeningen op een eerlijke manier verdient. Dan ben je een Omgobo. En daarnaast. Ja, is deze jonge dame, die heeft mij ook gesteund met onze radiostation en dat soort dingen, gewoon geld gegeven. Dus, en ze steunt ook altijd. Als ik iets nodig heb, hoef ik alleen maar te zeggen en het wordt gedaan. Ik krijg hem gewoon. Het is niet iemand die bij de Omgobo zit. Maar op het feestje waren er heel veel gasten, dames, heren en dames. En wat mij opviel was dat al die dames op 2 na, en dan heb ik het op, ik dacht dat ik 20 dames daar zag, tussen de 21 jaar, laten we zeggen tussen de 20 jaar en ouder. Oké? Misschien 27, 28 jaar. Wat mij opviel was dat er misschien van de 20 of 25 dames die daar waren, 2 niet aan het roken waren. 2 geen sigaretten aan het roken waren, nada nunca. Oké? 2. Dus dat wil zeggen dat er van de meer dan 20 mensen, 1%, is het 1% of is het 10%. 10%? Oké. Maar in elk geval, de verhouding van mensen die aan het roken zijn en hun lichaam aan het vernietigen is, is onbeschrijfelijk. Onbeschrijfelijk. En ik heb een vriend, die heeft nu longkanker. En die was een kettingroker. Nou, vriend niet, maar een neef van me. Oké? En op het moment dat hij hoorde dat hij longkanker heeft, begon hij dus zielig te doen. Ik bedoel, waarom ga je zielig doen? Je hebt je hele leven gerookt. Ja, je wist dat roken longkanker veroorzaakt. Oké? En waarom ga je opeens zielig doen? Waarom ga je opeens doen alsof het nieuws is. Je hebt het risico genomen. En mensen die roken. Jullie hebben de instructies van de schepper gehad. Van de schepper gehad. Hoe jullie met je lichaam moeten omgaan. Toch? En jullie roken massaal. Die jonge vrouwen, hè, die jonge vrouwen. Die waren daar massaal aan het roken. Om de 4 minuten werd er een sigaret gepakt. Oké? En geblazen. Ingehaald en geblazen. Hoe weet je dat er even roet in de longen blijft zitten, blijft hangen? Oké? De rook komt eruit. En het gaat ook in de hersenen zitten. Nou, als jullie longkanker hebben. Oké? Wanneer jullie een bepaalde leeftijd bereikt hebben. Waarom zeggen jullie niet, haha, gezellig. Ik heb 40 jaar gerookt. En nu ga ik dood. Oké? Waarom zijn jullie niet blij als jullie niet doodgaan? Waarom zijn jullie blij als jullie gaan creperen? Ja? Als jullie gaan creperen naar aanleiding van longkanker. Jullie hebben toch gerookt? Jullie wisten dat roken niet goed was. Of niet goed is. Ja? Maar je blijft roken. En wanneer je dan longkanker hebt, lopen jullie zielig te doen. En dat is eigenlijk het hypocriete van mensen. We weten dat het vergif is en we aannemen het vergif. We genieten van het vergif. Maar wanneer het vergif van binnenuit alles vernietigt, dan lopen we zielig te doen. Ja? Crepeer als een... hoe moet ik het zeggen? Ja, heel dapper. Oké? Heel dapper, heel gentle. Zeg, accepteer dat je longkanker hebt. En dat het pijnlijk is. En dat de tijd voor jou gekomen is. Om te verdwijnen. Want je hebt 40 jaar, 20 jaar, 25 jaar. Heb je genoten van iets waarvan je wist. Dat dat ding je ziek zou maken. Oké? Laten we gaan kijken wat de schepper ons geeft. En daarom is dit belangrijk voor de Omgobo's. Om te begrijpen dat wij instructies hebben gehad hoe wij moeten leven, hoe wij om moeten gaan met ons lichaam en hoe we om moeten gaan met de aarde, met alles wat van ons is. Wat aan ons geleend is, wat ter beschikking is gesteld door Anana Kedyaman Kedyampon. We gaan kijken naar wat de instructies geven hier in dit instructieboek. Oké, we gaan kijken, lieve mensen, naar 1 Korintiërs, hoofdstuk 6, vers 12. Excuus me, lieve broeders, lieve Omgobo's. De Omgobo's zijn van goddelijke origine en van koninklijke origine. Omgobo's, we gaan dus kijken naar 1 Korintiërs 6, vers 12. We gaan kijken wat daarin staat. Wat voor instructies erin staan. Ik ga het voor u lezen, oké? Hierin staat, alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel. En Anana Kedyaman Kedyampon zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, doch voor Anana. En Anana voor het lichaam. Ik hoop dat u begrijpt wat hierin staat. Omdat het is belangrijk. Alles is geoorloofd. Maar niet alles is nuttig. Oké? We kunnen roken. We kunnen roken. We hebben, de schepper heeft geen belemmeringen toegepast op ons. Omdat wij, we hebben een eigen wil gehad. De schepper observeert ons en weet welke mensen zich houden aan de regels en welke mensen zich niet aan de regels houden. Snap je? Dus hier staat alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. En de maag, oké, het voedsel is voor de maag gemaakt. En de maag is voor het voedsel gemaakt. Oké? Het lichaam is niet van ons. Het lichaam is van de schepper. We hebben het geleend. We gaan kijken naar 19. Wat 19 zegt. We gaan kijken wat 19 zegt. Hoofdstuk 19. Hoofdstuk 19. En dan gaan we kijken naar vers 20. Van Corinthiërs. En dat lijkt me... even kijken hier. Dit niet. Ik heb hier... Als we dus kijken naar... nee, we gaan kijken naar 19 jaar. Maar dat, we blijven bij diezelfde hoofdstuk. Dat is hoofdstuk 6. En dan gaan we kijken naar wat 19 zegt. Oké. 19 en 20. Hier staat... Of... Hier staat... Of weet u niet... Oké, dat uw lichaam een tempel is van de heilige Anana Kedyaman Kedyampon, die waarin u woont, die u van de Anana, de schepper, hebt ontvangen, en dat het niet van u is, dus dat u daar geen eigenaar van bent, want u bent gekocht en u bent betaald. Ja? Wat u moet doen is de Anana verheerlijken met uw lichaam. Nou. Als wij nog een keer... We gaan nog een keer kijken naar de tekst in deze... In deze instructie. Korinthiërs 1, hoofdstuk 6. Dan gaan we 19 en 20 pakken. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige almachtige Anana Kedyaman Kedyampon, die in u woont. Oké? Die in u woont. En het lichaam dat u ontvangen hebt van dezezelfde Anana Kedyaman Kedyampon, en dat dit lichaam niet van u is, want dit lichaam is al betaald. U hebt hem in bruikleen ontvangen. Het is betaald door Anana Kedyaman Kedyampon. Het is eigendom van Anana Kedyaman Kedyampon. Dus wat u eigenlijk zou moeten doen, en wij Omgobo's, moeten zorgen dat wij Anana Kedyaman Kedyampon, die in ons huis, in dit lichaam zit, die moeten we verheerlijken. Ja? Met ons lichaam. Door ons lichaam op een goede manier te gebruiken. En dat is heel jammer wat er op dit moment gebeurt. We zien die jonge meisjes en de jonge mannen, allemaal... of ze zijn aan de drank, of ze zijn aan de drugs, of ze zijn aan... Ik probeer wat muziek voor u te zetten. Dus ik ga hier even wat openen. En... Even kijken. Ik zal even muziek voor u zetten. Want... de muziek. Ja, we zien ze aan de drugs. We zien ze aan de drank. De verslaving aan sigaretten. Verslaving aan eten. En verslaving aan seks. Wij Omgobo's moeten zorgen dat onze lichaam volgens de Winti instructies, die we ook gaan behandelen, kaseri blijft. Dat wil zeggen dat het gezond en schoon blijft. En al deze zaken zijn verboden. Ja? Het roken zullen we niet toestaan in de familie. En omdat we weten dat dit lichaam een tempel is. En als er zoveel lichamen bij elkaar zijn en geconnected zijn, dan worden we veel sterker. Want daardoor kunnen we nog meer kracht putten uit de kracht Anana. Tell you one man, tell me why. Man, I left my man, no day, no time. Son of a bring up a garbage to mine. My, you, me can't do it. One man would have excuse me, me can't do it. I may set the chain, one man to something. Slim in your game or nothing. I mean, for your boss, of your button. My, you, me can't do it. One man would have excuse me. I may set the chain, one man to something. Maybe in your game or nothing. I mean, you, for your button. You feel a dream, oh man. Touch me when me feel lonely. Seems like you never hear about me. Yes, I can. Whatever with him, never hear this man. Somewhere not check never right on. When you make it, now you fake it, yo. Hear what you want done. Wow, make no for me, wow, make millions. Just us. Tell him, say, I must boss. We gaan luisteren naar muziek. En deze muziek is... Change Your Life. 7 Rhythm. We move forward at the cause of Mr. From run to something, now we make it in our life. We all get what's right. Only a wall, like over that, yeah. Now we are the girls, they must step. Try fast cars, push the jets, yeah. We are every hot girl interest, yes. One time for the life of them. So far from the negative. Comes up on the life of them. I show simplicity, we used to survive. Give thanks to have life. Every morning we rise, give thanks to the most high for the sunlight. Cause the future look bright, despite the pain and fight and the wickedness in the hearts of mankind. Still lose our fight, only over our life over death, yeah. And I believe they get them a step, drive fast cars, cruise in the jet, yeah. We are every hot girl interest, yes. One time for the life of them. Okay, beste Omgobo's. Een ander ding dat bij mij opviel was ook de tatoeages, de enorme tatoeages die ik zag bij bijna iedereen die daar binnenkwam. We weten dat tatoeages in de Afrikaanse cultuur een spirituele betekenis hebben. En we weten, we hebben geleerd dat het lichaam niet van ons is. Dus je kunt het lichaam niet gebruiken voor jezelf. Het is net als wanneer je een ruimte huurt, dan weet je dat in originele staat terug moet geven. Op het moment dat je gaat tatoeëren, oké, en het is gewoon een modetrend, dan ben je niet meer in staat bij... Op het moment dat je dus het lichaam gaat verlaten, om dat lichaam, dus jouw lichaam, het lichaam dat je geleend hebt, ja,